Het is inmiddels alweer bijna tijd voor de optocht in handel. Goedemiddag en welkom vanuit een kleurrijk handel waar we straks weer gaan beginnen met een hele mooie trektocht. Maar we gaan eventjes een jaartje terug. Ivo Jansen, voorzitter, stond hier toen voor ons voor de microfoon en zei van mijn laatste jaar. Marcel van de Bergkneuters, ex-prins, wat is er in dat jaar gebeurd? Ja, Ivo heeft de laatste woord gehouden. Hij is na 13 jaar geweldig voorzitterschap, heeft hij inderdaad gezegd, nou ja, ik hou ermee op, helaas. We zaten natuurlijk als vereniging met een enorme aderlating. Hoe gaan we dat opvullen? We konden geen opvolger vinden natuurlijk. Enerzijds omdat Ivo deed zoveel en doet nog steeds zoveel. Niemand kon dat gat opvullen. Dus we moesten met een andere constructie komen. En binnen het bestuur van de Bergkneuters is dat geweldig gedaan. Er zijn tientallen commissies opgericht. Tientallen, misschien een stuk of 10 denk ik inderdaad. Die allemaal hun eigen deel doen. Bijvoorbeeld een bondavond, een zondag, een optocht, een zaterdag. Dus iedereen draagt nou binnen de vereniging eigenlijk in een commissie zijn steentje bij om het Ivo op te vangen. Maar betekent het dat we bij de Bergkneuters geen verzitter meer nodig hebben dan? Dat is een hele goede vraag. Die durf ik eigenlijk niet te beantwoorden. Want natuurlijk zijn we nog altijd op zoek naar een goede voorzitter. Maar ja, hoe we het nu opgevuld hebben, hadden wij gedacht, ja, we kunnen Ivo nooit vervangen. En wat ik zeg, hij is nou ook nog volop bezig en hier in het dorpshuis. Alles doet hij nog rondom de carnaval, maar meer op de achtergrond. Dus we hebben er geen meer nodig. Ja, natuurlijk ben je nog op zoek, maar zoals nu gaat het eigenlijk dit jaar perfect. Kijk, ik heb het naar de loopgroepen, naar de wagens. Handel stond bekend om zijn grote wagens, prachtige wagens. Die jongens die toen jongsters waren, zijn nou mannen van 40, 50 jaar. Hoe is de bouwen hier in handel? Gaat dat ook terug uit eigenlijk, Marcel? Ja, helaas wel. Ik weet nog eigenlijk een jaar of 5 geleden denk ik, hadden we echt nog 7 wagens. Een stuk of 3, 4 jongere groepen en een 3, 4 buurten die wagens bouwden. En eigenlijk afgelopen jaar zijn we elk jaar een wagenbouwende groep verloren. Vorig jaar nog de Kneut, de vriendengroep van de huidige prins, Prins Peer III. We hebben eigenlijk nou nog over 2 buurtverenigingen, Mariawijk, Handel Zuid. En we hebben nog een jeugdclub is wel begonnen, eigenlijk vanuit vroegere wagenbouwers, de TAP. Is nou TAP Junior ook, die zijn vorig jaar, die zijn nu al de derde wagen weer, die voor de derde keer meerijden. Dus we hebben gelukkig, komt er wel wat jeugd op. Maar ja, het is helaas ver teruggegaan, dus ja, we hopen dat het gewoon nog weer aan gaat trekken uiteraard. Dus we moeten eigenlijk heel handel mobiliseren om de jeugd aan het bouwen te krijgen. Zouden we cursus wagenbouwen moeten gaan organiseren? Ja, eigenlijk wel. En in ieder geval en motiveren om ze eruit te krijgen. En nou, gelukkig zijn die wagens wel opgevangen door geweldige grote groepen en kleine groepen. We hebben vorig jaar ook eigenlijk gezien dat de optocht aan kwaliteit eigenlijk steeds beter werd. Ondanks dat er minder wagens mee rijden. En als ik nou ook al de lijst van nu heb gezien en een aantal ex voorbij hebben zien lopen, dan denk ik dat we ook dit jaar niks te vrezen hebben dat het gewoon een prachtige optocht is. En jullie gaan met de ex-prins de stoet weer vooraf met de sinaasappeltjes? Ja, wij zijn de openingsact natuurlijk. Hè. Dus wij komen dadelijk als eerste inderdaad. Wij delen de lijstjes weer uit van de mensen. Ja, de publieksprijs is natuurlijk belangrijk. De juryprijs is heel belangrijk. En daarnaast nog de publieksprijs van wie gaat die winnen. En ten opzichte van de afgelopen 2 jaar hebben we nou, ja, je ziet het prachtig weer. Vorig jaar was het aan het einde, begin wel droog, aan het einde veel regentje. Ja, daarvoor hebben we toen maandag de afgelasting gehad en toen dinsdag nog gereden, maar toen was het heel veel regen. En nu hebben we de zon, dus het volk komt langzaam hierheen. We gaan ook dadelijk zo beginnen, dus het kan eigenlijk niet mooier. Nog één vraagje. Ik heb begrepen dat ex-prins Arno, die heeft tegen mensen gezegd binnen de Bergkneuters van zorg dat je een appel eet, dan blijf je bij stem. Zitten jullie met de ex-prins allemaal aan de appel op de maandagochtend? Ik wil graag ja zeggen, maar nee, helaas. Ik heb wel de pech. Ik ben nou eerst ex-prins. Ik moet natuurlijk het ex-prinswagen rijden. Ik hou, zoals de meeste mensen al weten, graag van een borreltje. Maar ik ben tot nu toe gewoon compleet alcoholvrij. En we moeten inderdaad, ik kreeg al gezegd, je moet er dadelijk al gaan rijden. Ja, en de rest natuurlijk, zit aan de mandarijntjes. En daarom zien natuurlijk de ex-prins er allemaal zo gezond uit. Ook heel belangrijk. Ja. En de schrobbeler op zijn tijd, hè? Ja, en dit jaar ook weer Prins Peer van den Bosch III. Of ja, Prins Peer III. En die heeft eigenlijk via ook het café hier in Handel de boswandeling ook weer een beetje geïntroduceerd. Dus ook weer een mooi drankje inderdaad die het gemoederen vitaal houdt. En zoals hij het zegt, deze carnaval gaan we weer helemaal los. Nou, vooruit. Ga lekker naar de wagen toe. Jullie moeten rijden, want ja, het is hard. Dankjewel. Hele fijne optocht en succes. Dankjewel, Marcel. Succes met het verslaggeving. Dank je. De ex-prinsen waren dat, dames en heren. Ja, het is best wel leuk dat je straks gaat kijken. Even terug naar vorig jaar.
Kunt u nog herinneren, een van die prachtige wagens met dat kanon, met die pop die uit de kanon, die deed gisteren in Deurne mee en die werden daar eerste. Ja, zo zul je maar zien dat het allemaal eigenlijk ook weer perfect gaat lopen in handel. Het nadeel is dat er in de andere kant, in Schaik of ergens die hoek, ook zo'n wagen meedeed, maar die was gekopieerd van de wagen hier in handel. Straks 19 deelnemers komen hier langs vanaf. Nou, een minuutje of vijf nu. De mensen komen toegestroomd. We gaan zeker een hele mooie optocht hier in Bergkneuterijk tegemoet zien. En ook nu zijn de bezoekers weer niet alleen uit handel, maar uit de hele regio gekomen. Want als ik zo links en rechts rondkijk hier in de straten, dan komen ze van heinde en ver. En ik hoorde ze juist ook al een bepaalde taal, dat ik denk van die komt hier niet uit de streek. Nou, we hebben een heleboel groepen, nou een heleboel, een stuk of 19, die er allemaal mee gaan doen. Maar het leuke is, heel veel gaat over de huidige prins natuurlijk. Maar er zijn ook een aantal andere zaken die spelen. Ook hier problemen hier in handel. Onder andere de rotonde. Kunt u straks misschien ook zien. Iets over die nieuwe rotonde. Verder heel veel jeugdgroepen. Gelukkig dat wel. Heel veel jeugd die erbij meedoet. We hoorden het zojuist eigenlijk ex-prins Marcel ook al vertellen. Ja, het gaat minder worden met het bouwen van de wagens. Dat is niet alleen hier in handel. Het is een algemeen gegeven dat dat inderdaad zo is. Eigenlijk best wel jammer. Terwijl ze hier in handel toch hele goede bouwers hadden. Hè. Groepen die zeg maar een 20 jaar geleden hier achter in die prachtige Nishut hier in handel hun wagen bouwden, een soort concurrentiestrijd met elkaar voerden. Maar toch, naderhand met de prijzentrekking in de oude bron, altijd weer een heel spektakel was. En zeker op de maandagavond een waarfeest losbartte. Nou, we zijn aan het wachten op de Prinsenwagen. We kunnen zo meteen wel eens misschien eventjes een paar toeschouwers vragen waarom dat ze eigenlijk hier in handel komen kijken. Kijken wat de mensen willen. Ik loop hier eventjes naartoe. Maar even een vraagje. Dame, heer, jawel, jongeman. Waar komen jullie vandaan dat ik vragen mag? Gemert. Uit Gemert. Jullie hebben zondag een optocht gehad. Daar ook gezien? Nee. Niet gezien? Bij dus Beekendonk. In Beekendonk wezen kijken. Hoe kan nou iemand die in Gemert woont, een drumknauwer in Beekendonk, in Ganzengat gaan kijken? Omdat onze oma daar woont. Ja, dus een goede aanleiding. Heb je dan geen spijt dat je in Beekendonk bent wezen kijken, omdat de Gemert in optocht veel mooier was? Nee. Nee? Want in Beekendonk was hij niet zo lang als die in Gemert. Nee. Dus je was gauw klaar? Ja. Komt volgend jaar oma nou bij jullie kijken? Ik denk het wel. Hey, waarom kom je nou hier in handel? Wat is zo mooi aan de optocht in handel? De wagens. De wagens. Zou je later, of doe jij zelf ook al wagens bouwen dan nog niet? Nee. Zou je dat wel willen doen? Want de jeugd heeft de toekomst, zeggen ze. Ik denk het niet. Nee? Nee. Waarom niet? Te veel werk. Ja. En dat zoek je niet? Nee. Beter achter een laptop? Ja. Kun je niet. En je hebt nog geen 3D-printer? Nee. Want dan zou je er eentje kunnen printen. Een 3D-printer kan tegenwoordig zelfs een brugprinter kunnen zijn Gemert. Ja. Dus misschien ook een carnavalswagen. Ja. Ga je stemmen voor de publieksprijs? Ja. Doen hè, dankjewel. Ja. Volgend jaar gewoon toch in Gemert gaan kijken bij de drumknauwer. Ja, is goed. Kijk, ja, dat is, ja, oma in Beekendonk hebt zitten, dan is dat altijd weer lastig. Ik loop even naar deze kant. Een dame met een mooi hoedje op. Mevrouw, hou zo, kom even. Kom, ja, jawel, kom nou even. Want ik vraag altijd, waar komt u vandaan? Ik vraag maar. Uit Gemert. Uit Gemert. Oké, waarom dan hier kijken? Ja, mooie optocht. Mooie optocht. Ja. Mooier dan in Gemert? Nou, dat wil ik niet zeggen, maar allebei. Ja, want we gisteren wel in Gemert wezen kijken? Nee, toevallig niet. Ik lag ziek in bed. Dat is wel. En nu een beetje beter? Beetje beter. Ja, want dan steekt u de rest hier aan. Dat is ook niet goed. Nee, precies. Nee. Wat is de motivatie? U zegt heel mooi. Heeft handel dan echt zo'n mooie wagens, mooie creaties, mooier als bijvoorbeeld in de regio? Ik denk het wel. Ik kom eigenlijk niet verder. Nee, maar je gaat nooit in de regio kijken? Nee. Maar handel is met deze een speciaal dagje dat je zegt, wow, binnen de 7 kernen ga ik altijd in handel kijken. Ja. Nou, bij deze, dankjewel. Okay. En beterschap trouwens, hè? Ja, dankjewel. Op tijd een paracetamolletje. Ja, heb ik gedaan. Ja, zo zie je, hè? Ja, het is wat dat betreft, we noemen het eigenlijk ook plat gezegd snotneuzenweer, hè? Want dat is het met dit koude wind. Ik ben benieuwd hoe dat de mensen die straks in de optocht meedoen gekleed zijn. Ik zag straks een figuur langskomen, een jonge dame, dat ik denk bij mezelf van, oeh, potverdikke. Misschien kunnen we straks inzoomen met, ik hoop dat ze een panty op had in ieder geval, want als ze dat heeft gehad, dan zit het goed. Maar anders krijgt ze koude benen. We gaan zo meteen trekken. Het is 2:55. Volgens mij om 2:55 zou het zo moeten zijn dat de optocht bij de Bergkneuters in handel gaat lopen.
Ja, die optocht in handel gaat nu beginnen. En dit is hij, het mandarijntje. Samen met de lolly wordt het uitgedeeld. En deze heren, ja, die hebben de kar getrokken jaren geleden. Ik hoop dat ik er bovenuit kom, hoor. En meteen de eerste groep. Even kijken. Kom, we gaan even kijken. Hallo jongens, wat stellen jullie voor? Konden jij voorzitter, omdat er een nieuwe voorzitter wordt gezocht. Oh, dus jullie willen voorzitter van de Bergknuiters worden? Nee, wij gaan zoeken. Oké, wacht even. Dus, ga je dan met de hele, doe's met de hele groep, hoe zit dat jongens? Wat moet je doen dan? Moet je dan wachten op die grote? Zitten. Ja? En dan moeten ze hier op gaan zitten en dan zeggen we, wil u mijn voorzitter zijn? Ja, maar ik pas hier niet op jongens, hè? Kinderen wel. Oh, dan mogen alleen. Oh, ik moet voor die grote. Oké. Ik pas hier wel een kleintje op, jongens. Kunnen we hier dan een kleintje op zetten? Wie kunnen we erop zetten? Pak eens iemand daar. Ja, dat past precies hoor, dames en heren. Dit is Ivo Jansen, hè? Die ex-voorzitter van de Bergknuiters. Nou, die kleintjes die hebben al iets. En dan met de grote, hè? Zou het wat zijn voor ons als, misschien als omroepmedewerkers, voorzitter van de Bergknuiters. Je weet wat dat betreft, maar nooit, hè. We gaan het gewoon eens kijken. Ook de stemformulieren worden uitgedeeld. Even kijken, zou ik een voorzitter kunnen zijn van de Bergknuiters? Ik denk het wel, een hele goeie. Ja, pas, ja, mag ik? Proberen. Ja, we gaan het even proberen. Zou het wat zijn, jongens? Ik ben gewoon geschikt. Geschikt, dames en heren? Geschikt? Ik ben geschikt. Wat kost het als je voorzitter mag zijn? Helemaal niks. Nou, bij deze Bergknuiters meld je voor het voorzitterschap. Succes jongens. Terug of niet? Terug of niet? Moeten wij terug of niet? Ivo is met pensioen. Wie komt nu het voorzitterschap doen? Nou, dat hebben ze juist gezien. Ik zie hier een mevrouw. Die heeft verdriet. Waarom heeft ze verdriet? Dat gaan we zo meteen vragen. Volgens mij is ze wat kwijt. Het zou zomaar kunnen. Volgens mij, zullen we even gaan luisteren? Kunnen we een beetje dichterbij, jongens? Een beetje dichterbij? Kijken of dat ze wat heeft. Ik loop eventjes mee. Ze is haar hondje kwijt, dames en heren. Misschien een oproep. Oh. Wat een verdriet. Ik ben zo verdrietig. Waarom? Ik ben mijn Fluffy kwijt. En waar is, wanneer? Ja, pas geleden, maar net van de merken. Toen ging ik hem uitlaten, was hij kwijt. Ja, en dit is Fluffy? Ja, dit is Fluffy. Ja. Hij is echt mijn maatje. Ik ben zo verdrietig. Hij is zo verdrietig. Bent u wel in de dierenasiel wezen kijken? Nee, kost duur. Doe ik niet. Nee, maar om te kijken of dat hij daar is. Ja, nee, daar ben ik nog. Daar heb ik geen tijd voor gehad. Hoe ziet hij eruit, Fluffy? Ja, hier ziet toch? Ja, maar dit is televisie. Dit is televisie, kijk. Zo. Hij is heel lief, hij luistert altijd. Ja. Nou, succes. Ja, zo verdrietig.
Ook dit. Ook dit is weer zo'n prachtige groep, hè? In spiegelbeeld. Het heeft allemaal met spiegelbeeld te maken. Jongens, kom even. Wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? Ja, zijn we in spiegelbeeld. En wat, even kijken. En wat zoeken jullie? Echte spiegel. Is dat? Een echte lachspiegel. Ah, het is vooruit. Het is het. Ik sta in de zon te kijken. Het is ideaal. Wacht even. Dan doen we het omdraaien. Kijk, een spiegeltje voor. Zeggen we tegen de cameraman, spiegeltje. Aan de wand. Wie is de mooiste, man? Ja, van het land. Oud-burgemeester Jan van Zomeren, heeft u wel in de spiegel gekeken? Nee, nog niet. U heeft nog geen even. Kennen ze u niet meer hier in Andel? Een paar heb ik er al wel ontmoet en heeft wel leuk mee gepraat. Ja. Maar het blijft weer fantastisch, hè? Het is weer een optocht met dit, hè? En met de zon er zo bij, hè? Dan gaat het wel ontzettend goed, hè? Ja, heel mooi. Heeft u wel een spiegelbeeld gezien? Zeg eens. Heeft u wel een spiegelbeeld gezien? Want... Nee, maar dat hoef ik niet. Ja, het toch is wel. Helemaal goed zo. Ik kan even een foto maken ervan. Ja, heel mooi. Ja. De spiegelbeeld, kijk eventjes. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. De Mariawijk, ja, die doet ook elk jaar mee. En dit jaar hebben ze het over de rotonde. Geen rotonde te gek voor onze Cadillac. Nou ja, dan denk ik dat ze een Cadillac bij hebben, dames en heren. Maar dan moeten we eventjes vragen of dat die Cadillac er inderdaad bij is. En dan moeten we eventjes plaatsmaken om te zien of dat het gaat. Hè? Het is een mooie creatie weer van die Mariawijk. Jaren eigenlijk al in de prijzen gevallen. Ze doen het altijd met heel veel liefde om toch elke keer weer te maken. Ze hebben het een beetje over rock'n'roll. Kijk, ze hebben natuurlijk ook voor de jeugd een snoepje bij, hè? Zo heet het ook. Lekkere van die frutellas heet het. Mag je geen reclame maken natuurlijk, hè?
Ze gaan rock'n'rollen. Maar wat heeft dit nou eigenlijk even met de rotonde te maken? Dat vraag ik me af. Dames. Wat heeft dit nou met de rotonde te maken? Sorry? Wat heeft dit met de rotonde te maken? Nou, we hebben een prachtige roze Cadillac. We maken onszelf geen zorgen. De rotonde die nemen we gewoon zo vaak als we willen en kunnen in deze gezellige groep. Zie je ons, kleurig? Oh, dat is de Cadillac? Ja, dat is de Cadillac. Dat is... Ah! Komt er aan. Dus is hij groot genoeg om de rotonde te pakken? Hij kan. Deze Cadillac kan alles. Nou, vooruit dan. Rock and roll! Zijn jullie de wagenbouwers van de toekomst? Ja. Hoeveel uren heb je erin gestoken? Veel. Ja, hoeveel? 15. 15. Wel heerlijk, hè? Maar dit is jou, voor jouw tijd, toen was jij nog niet geboren. Ja, klopt. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. Oh, slide in your boom up the corner of my eye. Deze wagen, ja, die van de Mariawijk. Elk jaar hebben ze weer iets creatiefs. U heeft gezien, met heel veel jongens. Ik hoop dat ik er bovenuit kom. Maar met deze Cadillac kunnen ze de rotonde wel pakken, dames en heren. Prachtige creatie, hoor. Waar zit de chauffeur nou? Dat ben ik. Oh, jij bent... Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Met een afstandsbediening. Is dat alles? Afstand. Ja, dat is alles. Er zit niemand in. Met een afstandsbediening? Met een afstandsbediening, ja. Ja, dan moet je wel een beetje doorlopen. Dus. Ja, anders rijden we. Is hij niet te groot voor de rotonde? Nee hoor, maak het aan. Ja, het best. Ik maak alle rotondes. Thank you.
Wat we nu krijgen is toch wel een beetje frappant. Eigenlijk een groep, misschien wel op Boekel georiënteerd, want het heeft over het winkelcentrum van Boekel te maken. Waarom, dat weet ik niet, maar dat gaan we zo eens eventjes vragen aan die dames die hierachter komen. Boekel wil een heel nieuw winkelcentrum. Misschien heeft u dat al wel gelezen, gehoord, gezien. En deze dames, ja, misschien kan het had nog wel shoppen in Boekel in plaats van in Gemert. Of dat het de bedoeling is, dat kunnen we beter eventjes aan hen vragen. Dat gaan we zo meteen eventjes doen. Als we, oh, dit is, ja, een prachtige dansdame die gisteren. Een van de prijswinnaars in Boekel. Een van de prijswinnaars in Boekel. Die hebben in Boekel in de optocht heel grote ogen gehaald. En daarom doen ze denk ik ook weer mee hier in Handel. Dan gaan we zo meteen eens eventjes vragen met het Boekeltje. Wat het zo speciaal maakt. We lopen er eventjes naartoe. En dan kijken we wat het gaat worden, hè? Shoppen in Boekel. Ja, het zou wel wat kunnen zijn, hè? Even dames, kom eens even. Kom er eens even bij. Hallo. Even shoppen in... Wacht, ja, dan moet je even het ding een beetje naar beneden, anders zien ze ons niet. Oh, ja, shoppen in Handel of shoppen in Boekel? Nee, in Boekel. Wij zijn eigenlijk... Ja, wij komen uit Boekel, dus wij gaan shoppen in Boekel voor twee, omdat er een nieuw winkelcentrum komt. Jullie hebben zondag meegedaan met de optocht in Boekel, ja. En... Eerste. Ah, dan denk je wel, dan moet je in Handel ook laten. Wisselbeker winnen. Dus ja, wij gaan in Handel ook gezellig meedoen. Proberen bij dit buitendorpse en wat hoogwogen te schooien. Ja. Ja, ik kan nooit. Ja. Ga lekker door. Ja, trouwens, is het een Gemert beter shop of een Boekel? En Boekel, hè, natuurlijk. Hè. Het was net een ratje toe die je hoorde. En ja, als u in Boekel komt, dan staat er eigenlijk op de rotonde een mooie totempaal. En daar wijst ook een ratje toe. Is er deze week aan toegevoegd. Met de carnaval starten er gewoon om te kijken waar dat iedereen zit. Ook dit is weer iets nieuws. Wij zwieren en zwaaien de zon. 3D brugje. Oh, dat gaat over de, prachtig, volgens mij over de 3D brug die geprint is. Tussen Gemert en Handel. Dat gaan we zo meteen, want ik denk dat het daarover gaat. Misschien dat we dadelijk eens... dat eventjes kunnen vragen, terwijl Ratje toe nog eventjes de dans uitvoert, dat ze gisteren ook deden. Misschien hebben ze juist dat ook gezien, met die molenwiek eigenlijk, hè, want dat blijft het prachtig doen. En heel veel mensen zijn er heel veel, eigenlijk toch wel blij mee. Zullen we eens even vragen wat ze ervan vinden? Even draaien. Wat vindt u tot nu toe van de optocht? Ik vind het prachtig. Heel mooi, ja. Wat is de mooiste die u tot nu toe gezien heeft? Daar die voorste, wat was het? De Mariawijk? Ja. Met die Cadillac? Ja, met die Cadillac. Het was prachtig. Ja, maar is dan rock'n'roll, want u heeft een beetje reggae outfit, dan is rock'n'roll toch leuker dan? Rock'n'roll is heel leuk, maar ik vond hem toch wel prachtig, die wagen. Nou, ja, maar er komt hoop ik nog meer. Nou, we gaan kijken. Dank u wel. We gaan kijken. Want kijken dan of dat het inderdaad zwieren en zwaaien wordt. Hè. En als je kijkt naar de creaties, dat heeft wel wat. Er is weer heel veel werk van gemaakt met hetgeen wat we tot nu toe gezien hebben. Maar ook wat er al voorbij is gekomen natuurlijk. We zwieren en zwaaien. De zon, 3D brugje, zoveel stof doet opwaaien. Dat zon moet het zijn. Er moet een tekentje op. Oh, er staat er ook een tekentje op. We gaan eens eventjes vragen. Eventjes daar naartoe lopen.
Wat heeft dit nou met die 3D-brug te maken, jongens? Ja, dat doet enorm veel stof opwaaien, dat zie je. Ja, maar dat ligt aan jullie, jullie zwaaien. Ja, wij zwieren en zwaaien en we doen enorm veel stof opwaaien. De dikke dolle brug, alle Gemertse mensen die komen de hond uitlaten hier bij ons in handel. Dus dat is enorm veel stof doet er opwaaien. Dus eigenlijk is het een soort protest, begrijp ik dat goed? Nee, dat niet. Het is ook wel een genot. Het is, we genieten er allemaal van. Van welke wijk zijn jullie? Wij zijn vriendengroep Nooit Zat. Nooit Zat? Ah, heel leuk. Hey, en hoe lang ben je met die creaties bezig geweest? Ja, zit aan de vrouwen, die hebben dag en nacht genaaid. Dus we willen het er maar niet meer over hebben. Bij deze succes. Een 3D-brug, ja, die wat stof op doet waaien, dames en heren. Het is, de gemoederen heeft het afgelopen jaar wel bezig gehouden misschien. En misschien in handel wat meer dan in Gemert. En dan ben ik benieuwd wanneer dat het eigenlijk geasfalteerd wordt. Of in ieder geval hard wordt gemaakt, de fietspad er naartoe. Want er zijn vorig jaar al vragen over gesteld. Maar het zijn leuke dingen hoor, die je ziet langskomen. En de mannen en vrouwen die zwaaien net zo hard hoor. Ja, het is. Let maar op dat het niet hard gaat waaien, want dan gaat de dag vliegen, jongens. De vriendengroep in een mooie creatie. Nooit zat, nooit zat, nooit zat, nooit zat. We gaan weer een dansje doen. Au, hebben we ergens staan te lullen zeker, denk ik het Lord wat. Dat dacht ik al. Ze gaan even wat stof opwaaien. Het zijn de gymnastiekoefeningen die ze doen. Dan zou je bijna verwachten dat ze het interactief doen. De weef, is dat de weef? De handelsweef dan. Sommige mensen moeten eventjes mee tellen. Dan weet ik niet of dat ze voor dat ook horen als er hier 1, 2, 3, 4 geteld wordt. Maar dat verschil dat is groot. En nu mag er gedanst worden door de dames. Ja, mooie vriendengroep. Dat mooie creatie, goed uitgedost. De jury die zal het best wel moeilijk hebben hoor. Want de jury die stond al vroeg in de bron te overleggen. Heerlijk is dat zo'n knuffel. Kunnen wij samen eventjes op de brug gaan staan? Ja, ja, ja. Ja, we gaan. Want ik wilde even proberen om te kijken of dat het wel allemaal stevig genoeg is, die geprinte brug natuurlijk. Hè? Ja, nou, we kunnen het proberen. Ja, we kunnen het even proberen. Leg maar. En als het doorzakt, ja, dan is het allemaal verloren zaak. Ja, ja, ja. Dit is de brug. Dit is de brug. En dan mag ik. Wel voorzichtig, hè? Ja, 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 ja. Hij houdt me dan goed, hè? Hij is perfect, hoor. Hij is perfect. Dankjewel, hè? Dankjewel. Ah. Maar waarom doet hij dan zoveel stof opwaaien? Oh, ja. Is ook zoveel in de krant en in het nieuws geweest, hè? Oh, heb je dat niet gehoord, hè? Ja, een klein beetje.
Ja, maar 3D, dat is ook wel heel erg mooi, hè? Ja, dat kan tegenwoordig, hè? Nou, wij zijn er zo blij mee, hè? Weet je wat, we laten er heel handel overheen lopen. Ja, ook dat, ja, ja. Ja, maar ja, de chemische mensen mogen ook de honden laten poepen in handel, hè? Toch wel? Ja, dat mag. Dan mogen ze gewoon op de brug heen. Ruimen jullie het op? En de volgende gaat over varen, dames en heren. We hebben dat juist al die meneer uit Gemert, hè, die met dat petje op. Nou, dat petje over carnavalsvrij maandag en dinsdag. Ja, er zijn wel een heleboel mensen die dan vrij willen zijn. Wat was het? 187.000 handtekeningen, geloof ik. Dat er zijn overhandigd in Den Haag vorige week. Ik ben benieuwd of dat de volgende groep dat ook heeft gedaan. Want ze zitten een soort gevangen. En die gaat ook over het tekenen van die petitie. Ja, als ze hem niet getekend hadden, hadden ze vandaag weer niet mee kunnen lopen. Dus dat is ook weer iets. Ze zitten opgesloten. Ik moet even kijken wat ze ook precies doen. Want ze hebben links en rechts. Ze hebben nog wel eventjes een route nodig, hoor. Dat duurt een lange tocht. Want dan is het heel ver, die paar kilometer die je moet lopen. En die kan ontzettend lang duren. Wie weet. En als ze dadelijk hier komen, dan gaan we natuurlijk ook proberen die petitie, of dat we hem gaan ondertekenen. Ze zullen een hele goede motivatie moeten hebben, willen we hem ondertekenen. Want je moet niet zomaar een handtekening zetten onder iets als ze langskomen natuurlijk. Maar dat kunnen we zo meteen eens even vragen aan de heren. Zijn ze carnavalsvrij? En misschien moeten ze tekenen. Is het nou voor de heer zelf? Misschien is het voor de heren zelf om te tekenen. Kan ik er even heen, Huub? Ik ga even kijken, jongens. Willen jullie eruit of willen jullie erin blijven? Ja, vrij kom, ja. Maar wat moeten we dan tekenen? Hier aan deze kant. Ja, ik heb daar aan deze kant. Oké, dus je hebt hier... Ah, het is die dag even vrij wachten. Ja, het is carnavals maandag. Ik was bij die 187.000 die getekend hebben. Nou, ja, die waren voor ons. Oh, ik heb nou proefverlof, ja. Oh, okay. Wanneer komen jullie met proefverlof, jongens? Ja, let eraan. Dan komen wij ook vrij. Oké, okay, hieronder? Ja, dat is. Zo. Ja. En dan gaan jullie zo naar Den Haag toe brengen. Een dag naar Den Haag, ja. Succes. Succes, hè. Dankjewel. Komt goed. Bedankt voor de handtekening. En dit is ja ook weer zo'n creatie die erachter zit te komen. Ook weer met een speciaal dansje. Want het altijd weer goed heeft te maken met de prins, hè, Prins Peer. Zou het met Ivo te maken hebben? Dat kan ook nog, hè? Want het zei iets met vogels. En de ex-voorzitter had iets met kippen. Het heeft inderdaad met Prins Peer te maken. Want het motto van Prins Peer, dat heeft helemaal te maken met losgaan tijdens deze dagen. En dat is ook best wel interessant. Ook hier weer, klein en groot bij elkaar. En dat maakt de optocht in handen zo heel sterk. Helemaal mooi gesminkt. Helemaal mooi gesminkt. En een prachtige creatie, toch ook weer. Volgens mij heeft dit echt met de vriendengroep te maken, hoor. Het zijn hele mooie... De vogeltjes fluiten. Jongens, wat heeft dit nou met de prins te maken? Wat heeft dit nou met de prins te maken? Bergkneuters. Ah, zo, op die manier. En de bergkneuters morgen los. Met Van den Bos. Met Van den Bos, inderdaad. Dus jullie zijn eigenlijk als vriendengroep een beetje aangesloten, of?
Het thema van de prins. Ja, het thema van de prins. Ja. Dus dit is allemaal bergkneuters. Allemaal bergkneuters. Nou ja, ja. Ga lekker. Heerbo. En wat vind je zelf? Los uit de kooi. Ja. Vliegen dan, hè? Ja, inderdaad. Moet even mee vliegen. Er is weken op geoefend, dames en heren, op het dansje. In menig huiskamer is voor een spiegel gestaan om het dansje te leren. En dan ben ik benieuwd of dat de kinderen het eerder door hadden als de ouderen. Maar volgens mij zijn dat wel de ouders geweest die eerder door hadden als de kinderen, denk ik. Het is wel jammer dat Prins Peer dit niet kan zien. Of heeft hij het misschien wel gezien waar ze de groep langs trok bij het opstellen van de optocht. En soms zijn woorden eigenlijk overbodig, hè? Soms zegt het al genoeg. En die kleintjes die mogen niet los, hè? Ah, dat is niet eerlijk. Waarom mogen hun niet los? En dan is het tijd voor onze jeugdprins. Onze jeugdprins en prinses. Ook zij doen natuurlijk hun bekende rondje meemaken op deze maandag. En gaan ons natuurlijk ook weer laten zien hoe dat zij de afgelopen dagen carnaval hebben gevierd hier voor de allerkleinste in Handel. Die mooie trein die ze jaarlijks eigenlijk hier hebben. En daarachter dus het jeugdprinsenpaar met het gevolg. Altijd weer een heel mooi verhaal op de manier zoals ze dat eigenlijk hier op de haven allemaal weer regelen. Want daar komen de leerlingen bijna allemaal vandaan. Hij heeft ruimte nodig, dus wij gaan eventjes plaatsmaken. En prins Jordan en Noor, prinses Noor, delen natuurlijk ook weer de snoepjes uit. En ze springen hoor, ze springen. Het is mooi, let wel op voor altijd weer opletten. Met het uitdelen van snoep, zeker met de wagens. En inmiddels komt de volgende groep er ook alweer aan en dat heeft te maken met het weer. Nou, als u zondag op de optocht bent wezen kijken, heeft u misschien ook regen, hagel, sneeuw getrotseerd om de wagens en de loopgroepen voorbij zien te komen. Hier in Handel schijnt momenteel het zonnetje. Het is wel frisjes, maar de volgende groep heeft met het weer te maken. Weerbestendig, deshandig. Ja, waren we allemaal maar zo weersbestendig, maar niet iedereen is dat natuurlijk. En ook hier zit weer een heel mooi dansje bij, dames en heren. Wat ook weer wordt uitgevoerd. En deze dames die zijn weerbestendig op de fiets. Een mooie paraplu op het hoofd. Doet het altijd goed. Ik ben benieuwd dat ze zo altijd naar school toe gaan. Is dit nou jullie schoolpak wat jullie aan hebben?
Nee. Ga je zo nooit naar school toe dan? Nee. Hoe dan? Ja, gewoon met kleren aan, maar niet met deze. Maar is het dan hier in handel nooit slecht weer? Nou wel, maar we zijn er gewoon op voorbereid voordat het echt... Kijk, dus voor jullie mag het gaan regenen nu? Ja, eigenlijk wel. Nou ja, dan gaat het dadelijk doen. Successen. Ja, dankjewel. Nou ja, ik hoop toch dat die regen nog eventjes wegblijft. Ik hoop toch wel dat die regen eventjes wegblijft, dames. En heren, want dat zijn het ook. Zijn jullie echt weerbestendig, dames? Weerbestendig. Ja. Ziet u dat niet? We zijn van alle markten thuis. Je had eigenlijk, zon en regen. Nou, je had eigenlijk een badpak aan moeten doen, want de zon die schijnt. Ja, dat had ook nog gekund. Ja. Dat vast heel handig leuk gevonden. Of ja, niet? Of niet. Dat is ook weer zo. Het weer is bestendig met het allerkleinste. Oeh! Dit roept weer hele mooie herinneringen op, hoor. Singing in the Rain. Was dat niet Bing Crosby? Jaren geleden? Ze hebben de film goed bekeken, hoor, deze dames. Hi, we are the Weather Girls. Ja, het lied van de Weather Girls, dat komt er gelijk overheen. Hè? Bing Crosby en de Weather Girls. Heeft allemaal met elkaar te maken. Wat heb je allemaal bij? Spulletjes. Voor uit te delen. Oh, dat moet je uitdelen? Ja. Wel, niet vergeten, hè? Nee. Kijk. De jeugd die ook jeugdbestendig is. En daarachter hebben we natuurlijk ook weer een beetje een fanfare. Volgens mij vergeten ze iets, hoor. En zo wordt de kleintjes de kar weer getrokken. De volgende creatie heeft te maken met 55 jaar bergtoeters. We hebben een feestje te vieren. Volgens mij hebben we hebben een feestje te vieren, toch? We hebben zeker een feestje te vieren. 55 jaar bergtoeters. En die feliciteren wij met een bergtoeters. Dus jullie gaan zo meteen toeteren? Wij gaan zo meteen toeteren, ja. Zouden wij een stukje mee mogen genieten? Oh, dat mag je zeker. Een momentje dan. We gaan even meeluisteren. Even voor de Gamer Centraal, jongens, een concert. En daar zit ik iemand te horen, ja? Zo, en dat was hier, jongens. Dank het wel, hè. Ja, kunnen jullie volgende keer ook het bergkneuterslied spelen? Oh, daar hebben we de bergkneuters voor, hè? De bergtoeters. Nou ja, vooruit dan, jongens. Succes, hè. Succes. Wij feliciteren de 55-jarige Hofkapel met een bergtoeters. Nou, dat heeft u zo meteen gehoord. Dan de volgende. Die zit er ook al weer aan te komen. Kijk, ik heb het dus op mijn lijstje. Het Sprookjesbos. Nou weet ik niet of dat we hier in handel wel eens sprookjes geloven. Ja, we hebben hier een prachtig openluchttheater waar we ook veel gebruik van maken. Maar deze sprookje, dat zal volgens mij iets anders zijn. Maar het staat er weer prachtig op. En het heeft allemaal te maken met de huidige prins, Peer van den Bos. En misschien is dat wel een sprookje. Zou het zomaar kunnen zijn met Peer van den Bos. Ik weet niet of dat het altijd sprookjes zijn. Maar volgens mij zie ik nog een familielid van hem die mee in deze groep zit.
En er is ook weer heel veel te zien natuurlijk. Hè? Altijd die mooie creaties hier in handel. Wat dat betreft hebben ze er weer ontzettend veel werk van gemaakt, dames en heren. Ze schrijen mooi door de straten van handel. Op een rustige trit. En dan wil ik eens even kijken welke sprookjes dat er allemaal eigenlijk meedoen. Jongens, welke sprookjes doen er allemaal mee bij jullie? Welke sprookjes? Sprookjesbos. Ja, maar welke sprookjes? Want wie kom ik dan tegen? Roodkapje, de boze wolf? Ja. De boze wolf inderdaad. Ja. En ik zie een heleboel bobs. En Sneeuwwitje. Ja. Ja? Wie nog meer? Zie ik ook een prins Peter ergens? Die speelt ze na. Dat is, dat is mijn broer. Hey, moet je niet naast. Die loopt mee. Die loopt mee. Ja, dat klopt. Toch? Ja, dat klopt. Maar ja. Je ziet er prachtig uit met een mooie lakeienpak. Dankjewel, dankjewel. Ik denk dat de familie trots zou zijn, toch? Dat zeker, heel zeker. Ga ervan genieten, jongens. En een heel mooi sprookje. Heel mooie sprookjes in handel. In handel geloven ze nog in sprookjes. Dat lijkt het wel. Prachtige bomen. Dat je niet omwaait, hè? Doe ons best. Ja, je hebt van die bomen, die waaien gewoon om tegenwoordige tijd. Prins Peer gaat los, ook in ons sprookjesbos. Nou wil ik wel, nou dan zie je Prins Peer wandelen, maar ik kan niet zeggen dat hij echt los. Prins Peer, kom er eens even bij. Ja, er staat Prins Peer gaat los, ook in het sprookjesbos. Maar ik moet zeggen dat het een beetje timide gaat, weet je hoor. Jazeker, nou, we hebben wat technische problemen waardoor de muziek het niet meer doet. Dus zes balen. Dan zelf zingen, ja, daar zitten we nu inderdaad aan te denken. Dus ja. Welk lied is het favoriet van Prins Peer? Dat is natuurlijk Boswandeling. Oh. Met SCH. Met SCH? SCH. Ja. Van het drankje. Nou, hoe gaat het dan? Kun je een beetje laten horen? Boswandeling. Alweer een boswandeling. Boswandeling. Nou, ik zou zeggen, ga wandelen met je bos. Ik ga wandelen met mijn bos en de sprookjesfiguren. En we maken er nog gewoon een groot vis van. En opletten voor de jagers, hè? Dat doen we zeker, want die willen ons altijd vatten. Hè? Dat was Prins Peer. Nou ja, hij had er zelf bij moeten zijn, hè? En in het bos, daar zijn de jagers. In het bos, daar zijn de jagers. Ook hier in handel. Het is een schuilhutje. Jammer dat het geluid dan wegvalt. Maar ja, goed, dan zingen ze zelf wel. Hè? Jongens, boswandelingen. En volgens mij hebben we hier een van de deelnemers die jaren al meedoet. Bergkneuters, ik zie het wel zitten. Prachtig nestje. Heeft hij gemaakt, een prachtig nestje. Maar ik ben benieuwd wat hij dan eigenlijk uitbeeldt. Dat willen we dan natuurlijk ook eventjes weten. Wat zie je zitten als ik vragen mag? Ik zie het wel zitten. Ja, maar wat zie je zitten? Nou, kom maar eens kijken. De kneuter bovenin. Helemaal boven? Helemaal. Kijk. Kijk. Even wachten. Helemaal bovenin kijken. Oh ja. Ja, ik zie hem. Ik zie hem wel zitten. Succes. Fantastisch, hè? Ja. Zo'n kneuter altijd bij je te hebben. Als iedereen hem maar ziet zitten. Dat vraag ik aan de mensen. Ik zeg, zien jullie het ook nog zitten? En dan zeggen sommigen, ik zie het wel zitten. Anderen die zeggen van, ik zie het niet meer zitten. Kun je er iets aan doen? Ik zeg, kom na de loop toch maar even met mij. Kijk, bij deze. Ja, nou, succes hè. Misschien vliegt hij nog wel uit vandaag. Ja, ho, ho, ho. Nou, nu niet, hè. Nee. We gaan verder, hè. Je moet, jongens, zijn... samen de kippen dan? Nee. Jullie voelen ze kip lekker? Ja, wij voelen ons hartstikke kip lekker. We zijn lekkere kippetjes, zijn we. Hey. Heb je dan niet een beetje het kippig gevoel? Ja, hartstikke kippig. Maar ja, we kunnen al jaren hier heel mooi met de Anders een optocht meedoen, hè? Ja. Dus, hoe zit het dan met de haan? Met de haan, ja, die loopt achteraan. Oh, die heeft het... Je houdt het gelijk mooi met elkaar. In prikorde, jullie zitten in prikorde. Ja. Degene die het hardste danst achteraan, dat is de haan. Nou, dan dat kippendans dadelijk, hè? Kijk, hier kom je de kippen.
Je moet wel mee dansen. Je moet dansen. En hier het handel laten ze zelfs de allerkleinste alvast wennen aan de optocht, hè? Jong geleerd is ook hier oud gedaan natuurlijk. Dankjewel. Kijk, een eitje. Een eitje. Dankjewel. En zo is dat kippengevoel ook weer, hè? Ja, die klein. Oh, die kant in, die kant in, die kant in. Ja, soms dan heb je die kleintjes een beetje dat richtinggevoel kwijt. Maar ach, het is heerlijk als je zo'n kippig ventje daar rond ziet lopen. Ik moet zeggen dat de jeugd... Jongens, krijgen jullie nou straks geen buikpijn? Nee. Want dan moet je wel eventjes goed eten. Ja, ik bedoel ook nog iets bewaren, heel veel. Goed zo, want de komende dagen alles gewoon een beetje opeten. Ik heb nu al een beetje buikpijn. Ja, dus je moet niet alles opeten tegelijk, hè? Nee, ik heb niet wat opgegeten. Ja. Nee, dat is goed. Hé, waar kom je vandaan, dat ik vragen mag? Wat? Waar kom je vandaan? Waar woon je? Gemer, in Gemer. 31. Oh, oké. Okay. Hé, hey, en... Nee, dat hoeven we niet te weten. Nee, we hoeven... Nee. Want dan moet ook niet... Want dan komen al die meiden bij jou aan de deur en dat moet je helemaal niet hebben, joh. Heb je al een vriendinnetje trouwens? Wat? Heb je al een vriendinnetje? Nou, ja. Ja? Dus dan moet je niet zeggen waar dat je woont en je straat, dan komen straks die andere meiden weer. Nou... Hij zit bij mij op school en... Oké. Okay. Weet je wat? Ik kom... Volgende week moet je weer naar school toe, hè? Ja. Kom ik volgende week bij je op school kijken naar je vriendin? Doe maar. Kijk, ja, we maken meteen een afspraak. Nou, de paters zijn vertrokken naar het zuiden. Wie gaat er dan met de klok luiden? Heeft dat met deze kerk te maken of heeft het met het kasteel te maken in Gemert? Ik weet niet of dat het politiek georiënteerd is, maar we kunnen het zo meteen vragen. Als ze maar de klok hebben horen luiden en weten waar de kleep hangt, hè? Maar ook weer een prachtige creatie. Een hele grote wagen die erachteraan komt, heeft een beetje met het gevoel van Brazilië. Peter, kun je eventjes vertellen, wat is de bedoeling van deze wagen? Nou, de bedoeling is dat de paters zijn hier vertrokken. En nu moeten we kijken wie er onze klok gaat luiden. Maar de paters hier in handel? De paters hier in handel zijn vertrokken terug naar Brazilië. Oh, die bedoel je? Ja. Die bedoelen wij. Maar er zijn er hier toch een handel genoeg die aan die klepel willen trekken? Ja, we hebben er nou hier 40 bij. Die daar wel willen doen. Dus er zit er een potentieel tussen? Denk het wel. Wel hoog zeker. Nou, wie weet wat ze hier in handel ook weer binnenkort weten waar de klepel hangt tussen. Juist. Dat denk ik wel. Goed. Ja, het is een mooie creatie hoor. Ze zijn allemaal een beetje de handen gevouwen. De paterk is het handel. Het valt mee dat ze geen patersbier hebben. Kijk, want hebben jullie daar toch niet een klepel hangen toe? Het is wel afgevallen. Oh, de klepel is eraf gevallen. Ja. Ja. De klepel is eraf gevallen. Maar dit is ook dan weer zo'n creatie, dames en heren. Met een hele prachtige wagen, een goede afgewerkte wagen. En waarin een loopgroep samen met de wagen best wel groot kan zijn. Het is een van... De wijken die ook regelmatig meedoet. Oeh, gaan ze nu op de knieën, jongens? Je gaat niet op de knieën. Ook hier hebben ze weer een prachtig item gejat uit de Sisters Act. En die gaat er zo meteen een dansje plaatsvinden. Dan zie ik alleen Peter Beksus nog niet de dans meedoen, maar dat zal misschien nog wel komen. Dus,
Nu gaat het beginnen, dames en heren. Eén met de bekendste nummers, met Whoopi Goldberg onder andere. En zo duurt het nog wel een... We zijn inmiddels een uurtje aan het trekken. En dan zijn eigenlijk deze groepen nog aan het begin. Dan ben ik benieuwd waar dat de eerste groepen zich bevinden. Want anders zou het wel eens een laadjetje kunnen worden. En ik hoop dat ze hier een handel licht hebben op de wagens, hoor, die meedoen. Succes, jongens, hè? Goeie carnaval! Een wagen die de ruimte nodig heeft en ook de ruimte krijgt. Hij is best wel breed. Misschien is het u opgevallen toen u deze wagen voorbij zag komen met de paters. Hij is helemaal weggewerkt. En het leuke is, als je dan gaat kijken hoe dat ze zo'n auto besturen. Dan zit er zo'n gaatje, zo'n klein gaatje. En daarin zit de chauffeur te kijken. Met een soort kijker is dat allemaal weggewerkt. Dit zijn de ultieme auto's waar je in heel veel optochten eigenlijk nog plezier mee kunt beleven. Daarom is het jammer. Dat er zo minder jeugdgroepen eigenlijk mee gaan doen. Misschien is het de cursus, hè, wat we straks ook al zeiden, de cursus auto's maken, wagens bouwen, niet verkeerd. Hebben ze juist al een ode aan de bergtoeters gebracht. U weet, 55 jaar, afgelopen jaar hebben ze dat al goed gevierd hier in de Bron. Maar de Hofkapel doet zelf ook mee. Ja, en dan een beetje op een hele mooie manier. We zullen eens gaan kijken. Want het zijn... De poppen aan het dansen krijgen. Nou, dat doen ze al 55 jaar. En daar zijn ze best wel blij mee, hoor. En als u kijkt... Ik ben benieuwd of ze de mogelijkheid hebben om te spelen, dames en heren. En die Hofkapel inderdaad, mooi uitgedost, samen met nog een heleboel andere mensen eromheen. En die vieren feesten, hè? Ja, ze lopen allemaal in de maat, hè? Ja, proficiat met die bergkneuters, hè, aan de Hofkapel. Dankjewel, dankjewel. Ja. Lukt het een beetje met die trekpoppen? Ja, heerlijk, hè. Ja. Echt. En jullie krijgen de poppen wel aan het dansen? Dat zeker. En dat doen ze al 55 jaar, hè. Ja. Die poppen laten dansen. En dat is wel leuk, hè? Ja, zeker weten. Op naar het volgende jubileum? Ja, zeker. Over 11 jaar, hè? Ja, de 66ste. Dan zijn we weer bij, hè? Ja, maar eerst dit maar eens afmaken, toch? Ja, maar dat komt goed. Met zo'n weer, dan... Nou. En zo wordt er aan de poppen dan toch getrokken, hè, van de bergkneuters. Een van de leden bovenop de wagen. En die laat de poppen het werk doen, hè. De poppetjes laten dansen.
Mag ik zeggen dat het een beetje vals klonk? Ja, dat mag zeker. Maar is dat de bedoeling? Nou is dat de bedoeling? Ik ga nou inhalen. Ze gaan nou inhalen. Ik moet zeggen, ook weer hier is goed over nagedacht. En hebben de leden echt wel weer een goed idee bedacht om de Handelse optocht nog leuker te maken. Alleen het gat met de voorgangers wordt wel groot. En nu gaan ze springen ook nog, dames en heren. De dansende poppen. Maar de directeur heeft het goed voor elkaar. Alle jongens en meisjes, het is tijd voor een beter van de boswandeling. Ja, en hier doet hij het wel. De Peter van de Boswandeling. Nou ja, ze doen het goed hoor. En zo hadden we dus de bergtoeters die aan de touwtjes trokken. Dan gaan we naar de boswachters. En dat zijn volgens mij een beetje de vriendengroep van Prins Peer. Maar dan gaan we zo meteen eens even kijken. Want ja, met carnaval Peer van de Bos, dan heb je altijd weer iets. Ook hier de boswandeling, hè? De boswandeling is een grote hit en we hadden het ja, eigenlijk over elk jaar is er wel iets waar de diverse artiesten en diverse loopgroepen zich dan warm voor maken. Nou, die boswandeling is dit jaar dan de grote hit hier bij de Berg Kneuters in Handel. Maar even, ik vraag mezelf af wat dat nou met Prins Peer te maken heeft. Misschien moeten we dat eens eventjes een loopcijfer. Kijk, jongens, wat heeft dit nou met Prins Peer te maken? Ja, die zijn we kwijtgeraakt bij het pinnen. Bij de pinnen? Jullie zijn Prins Peer kwijtgeraakt bij pinnen? Ja, wij dachten eigenlijk een mooi avondje te vieren, maar net een keer... hij ging naar... Allemaal voert. Alleen toen moest hij even gaan pennen. En toen is hij eruit genaaid, weet je wel. Dus het heeft niks opgeleverd, begrijp je dat goed? Juist, dat begrijp je heel goed. En nou lopen jullie hier voor... Dat wilde ik niet zeggen, maar... Maar... Dat komt toch wel goed, denk ik, hè? Komt zeker goed, komt zeker. Nou, zo hoor je dat, hè? Yes. Laatste. Peter nog van binnen. En vraag de nacht. Peter! En zo zie je dat, hè? Ja, als vriendengroep. Dan denk je, je hebt wat te bieren. We gaan hem ontvoeren. Ja, dames en heren. We gaan hier even Prins Peer in Nederland! Wanneer voorgaande zwaar is, even wachten. Ladies
We zijn namelijk boswachters. Dus we wachten de hele dag in het bos op de rits. De prins moest heel veel vinden, jongens. Als prins zijnde en je wordt dan een beetje ontvoerd, is het wel een slim idee om te gaan pinnen. Nou, dat hebben ze juist gehoord. Nog meer muziek, 55 jaar bergtoeters. Het schoongeluid, daarom pakken we deze keer een factor groter uit. Niet alleen Prins Peer is dus een hoofdmoot, ook de Hofkapel, de Bergtoeters, het 55-jarig jubileum gebruiken ze dan ook in deze optocht om toch ja, een mooi motto te hebben. En ook deze groep. Zal allemaal met Peer van den Bos te maken hebben. Want meestal loopt er hier wel voor. De taptoeters. De koning in de kerk. Refreintje. Ja, en hier kom je niet bovenuit, jongens. Het is die al 55 jaar een standbeentje blazen. Alleen van de taptoeters. Die vangen het extra factor Rotterdam. Komt ie. Ja, en het werkt ook nog echt ook nog, hè? Het werkt ook nog echt ook nog. En ik ben benieuwd of dat deze groep nog eventjes een stem over heeft. Ja. En zo zien we alweer de laatste wagen aankomen. Even kijken met Peter Geerts. Peter Geerts, de stembriefjes. Ja. In de groep. Peter, heb je ze al een beetje geteld, de briefjes? Nou, het zijn er een heleboel weer, dus ze doen weer volop mee, de mensen. Dat vind ik wel fijn. En dit gaat voor de publieksprijs, hè? Dit gaat voor de publieksprijs. Dus, even kijken, wie heeft deze ingevuld? Daar weet ik niet, er staan geen namen op, nee, maar de grote wagen, dit is van de Mariawijk. Nee, dit is de Mariawijk en de grote groep, dat was van het Hof. Oké, nou, succes. Nou, hier is Prins Peter. Prins Peter en zijn gevolg, even zwaaien. En dan kunnen we het zien dat de optocht ten einde is, ook hier in Handel. Hij zit een beetje verscholen in zijn hok. Oh nee, daar komt hij. Prins Peer van den Bos. Het begint te dampen.
En zo kunnen we dan weer zeggen van een mooie optocht. We zijn een klein uur en 20 minuten, 25 minuten onderweg. En die stoet is nog lang niet terug. Die is nog heel lang aan het trekken. In Handel mogen ze weer trots zijn op een hele mooie optocht. Vanavond is de prijsuitreiking bij de Bron. En u ziet dat bij Omroep Centraal altijd weer op het scherm verschijnen. Dit wordt natuurlijk ook weer herhaald. Want die optocht wil iedereen zien, zeker als je mee hebt gelopen. Wij wensen u namens alle medewerkers hier van Omroep Centraal nog een hele fijne carnaval toe. We hebben het vandaag weer graag gewoon gedaan. De mensen in de regie, de mensen van de techniek en natuurlijk niet te vergeten onze cameramensen. Carnaval in Gemert-Bakel. Er zijn nog een aantal optochten te gaan en binnenkort zijn ze allemaal weer op tv te zien. Ook voor dag 3 en dag 4 zeggen wij alaaf en tot volgend jaar.